start is gevallen. Begin met een galoppade voor Come On Get Me en die raakt daardoor achterop. Draaft inmiddels weer, ligt nu in de start van het veld. En de leiding wordt genomen door Ruud Pols en Bent Ricardo. Bent Ricardo op de tweede plaats daarachter Classic Dream en zo gaan ze de eerste bocht in. Plaats 3 aan de buitenzijde is voor Carina WB en de binnenkant daarnaast B-Core Jen Renka. Vijfde plaats is voor Cruise Control, zesde aan de relingzijde de weer gezette Come and Get Me. Zevende daarnaast is Bandit Boko, op de achtste plaats Kronos F. Boko. Negende plaats is voor Bruno Di Quattro en tiende en laatste is Armani Hannover. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde door en Bent Ricardo gaat er vandoor. Ruud Pols heeft de smaak te pakken. Hij is vandaag opa geworden, zei hij zojuist. En de snelheid zit er nog aardig in bij opa. Ze gaan op weg naar de linkerbocht in een tussentijd van 1.18.5. Buitenzijde komt naar voren B-Core Jen Renka. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde volgt dan Classic Dream. En de vierde plaats is voor Carina WB, die ligt nu aan de binnenkant. Dat is precies de plek die Niels Jongejans graag wilde hebben en zo gaan ze de bocht door. Gaat nu weer van de reling af. Carina WB zoekt de rug op van B-Core Jen Renka. En zo schuift het veld vooraan ietsje in elkaar. Ook naar het tweede spoor is gebracht Cruise Control, die ligt inmiddels zesde. En zo komen ze de rechte lijn voor de tribune. Leiding nog altijd in handen van Bent Ricardo. Bent Ricardo die in het begin van de carrière wat rare moves had, maar sinds die iets in de aanspanning is veranderd, een stuk makkelijker te regelen is. Ligt hier nu aan kop en dat had hij nog nooit eerder gelegen. Onderweg in deze koers in, met nog een kilometer te gaan. Bent Ricardo vooraan. Bent Ricardo, B-Core Jen Renka, dan Carina WB. Relingzijde erachter Classic Dream. Daarachter volgt Cruise Control met aan de relingzijde die zit vast Come and Get Me. Daarachter volgt Bandit Boko, dan Kronos F. Boko, dan Bruno Di Quattro. En laatste is Armani Hannover. Bruno Di Quattro voorlaatst in het veld. Paard waar veel van verwacht werd. Zal straks nog wat laten zien. En dat zal hij dan ongeveer nu moeten gaan doen. Gaat ook gebeuren. Want naar het derde spoor gaat Kronos F. Boko. En erachteraan gaat Bruno Di Quattro. In het achterveld gebeurt nu wat. Maar vooraan gaat het gas er ook volop bij Bent Ricardo. Bent Ricardo, B-Core Jen Renka. Daarachter Cruise Control. En daarachter Carina WB. Daar komt aan de buitenzijde treintje aan. Met Kronos F. Boko. Met daarachter Bruno Di Quattro. En daarachteraan gaat ook mee Armani Hannover. Tussentijd nu was 1.19.4. En de leider is nog altijd Bent Ricardo, maar de kampioen komt ernaast. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Het is Bent Ricardo en de buitenzijde Cruise Control. Daarachter komt nu ook naar voren Bruno Di Quattro en Come and Get Me. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Ook B-Core Jen Renka ligt nog in de kopgroep. Het is nog altijd Bent Ricardo die leidt. Bent Ricardo, dan komen ze aan de buitenzijde. Helemaal aan de buitenzijde komt Come and Get Me. Begon met een startfout. Gaat hij hem dan ook nog winnen? Come and Get Me, blijft hij ongeslagen? Het heeft er alle schijn van. Come and Get Me op de streep. Is er precies voorbij. Bent Ricardo wordt tweede. Derde is Cruise Control. En vierde Bruno Di Quattro.